Wim Sillessen, ook wel Wim het Olliepitje genoemd, was voor velen een bekend gezicht in Groesbeek. Afgelopen vrijdag is hij na een kort ziektebed overleden. Een man die het platte Groesbeeks in stand hield en zeer actief was voor de carnaval in het dorp. Hij wordt dan ook herinnerd als een bijzondere man. Nou, ik heb nooit zoiets meegemaakt. Precies, maar ja, je hebt een minuutje nodig om je honger staken meis te praten hier. Ik heb mijn leven lang niks anders gedaan. Wim stond bekend als een buutredner in Groesbeek. Wim was iemand die vocht echt voor de Groesbeekse taal heel erg. Die deed heel veel in dialect. Als Wim optrad, was het altijd in het Groesbeekse dialect. Wim was in ieder geval in Groesbeek een bijzonder karakteristiek figuur. En als er iemand het goed, het platte Groesbeeks kon, dan was Wim het Olliepitje daar wel. Wim vormde vroeger een heel illuster duo samen met Jan van Suy. Dat was ook een bekende Groesbeker. En toen heette hun de Zwamneuzen. Ja, ik heb hem maar gezien, maar daarom ken ik hem nog niet. Ja. Wat Jan van Frans, die is al mijn leven secretaris in Groesbeek geweest. En die ken je me nog niet. Hij deed allemaal gekke dingen in Groesbeek. Een bokswedstrijd was er in één keer midden in Groesbeek. Wim was ook zeker een inspiratiebron. Janje van Suy en dat was gewoon een super duo. Die heb ik voor het eerst gezien bij een voetbalvereniging, bij Germania, met een carnavalsavond. En toen dacht ik, dat vind ik zo leuk. Misschien dat ik dat zelf ook een keer later wil gaan doen. Het is een groot verlies. Hij deed al een paar jaar niet meer. De jaren gingen tellen, maar zijn verhalen blijven over. En er zijn een paar albums uitgekomen. Ik zeg wat gratis van Nimwegen was Wim het Olliepitje van Groesbeek.